We hadden begin jaren 80 zo'n 250 ziekenhuizen in Nederland. En we zien eigenlijk door de jaren heen een proces van alsmaar minder ziekenhuizen. Op dit moment zijn het er nog zo'n 100. En het perspectief is dat er in de toekomst over een jaar of 10 nog slechts een stuk of 50 zijn. Eigenlijk hebben we in Nederland een traditie dat verzekeraars zelf geen zorg aanbieden. Verzekeraars zijn afgelopen jaren door de nieuwe zorgverzekeringswet enorm geconcentreerd. We hebben in Nederland nog maar eigenlijk 4 grote verzekeraars die zo'n 90% van de markt hebben. En we zien dat die verzekeraars die werken in alle gevallen landelijk. Dat was vroeger ook niet, toen werkten ze meer lokaal. Maar door die landelijke inkoop gaan zij eigenlijk ook selectief inkopen. En selectief inkopen, dat is eigenlijk de evenknie van concentratie en spreiding. Dus ze kijken welke groep specialisten biedt de beste zorg en die gaan we het contract gunnen. Dat betekent ook dat zij soms een groep specialisten of een ziekenhuis een contract niet gunnen. En daarmee komen die ziekenhuizen in een kritische fase. Dat is ook de verwachting dat er een reden waarom er minder ziekenhuizen zullen komen. En de verzekeraars hebben in Nederland de rol gekregen om in dat waardesysteem een evenwicht te brengen. En dat doet soms, ja, botst dat enigszins, want betaalbaarheid is natuurlijk niet een waarde die je heel belangrijk vindt op het moment dat je zelf een groot probleem hebt. Dan zeg je, maakt niet uit als ik maar geholpen word. Maar op het moment dat we met z'n allen de premie betalen en het ten koste gaat van onze andere bestedingsmogelijkheden, denken we soms van, is dat wel nodig? Is bijvoorbeeld, dat leidt tot een discussie dat mensen die zich echt ongezond gedragen doordat ze te veel roken, te vet eten, een stressachtige baan hebben en we weten dat dat de risico's beïnvloedt, nou moeten we die oneindig door de zorg maar behandeld worden. Dus dat soort maatschappelijke discussies zijn een uitdrukking van die waardesystemen. Nou, de verzekeraars in Nederland hebben eigenlijk van oudsher toch een behoorlijke collectieve inslag. Het zijn vaak corporaties, verenigingen, onderlingen, dat is hun traditie. Ze ogen nu steeds meer als commerciële bedrijven, omdat ze met elkaar wedijveren, in concurrentie zijn om die patiënt, reclame maken. En dat, ja, dat identificeren wij met een beeld. Het zijn echte commerciële bedrijven. Eigenlijk verzekeraars worden ook steeds meer beoordeeld, bijvoorbeeld door de Nederlandse Bank, of ze wel hun balans goed op orde hebben. En we zien dat we eigenlijk steeds meer risico's in het systeem introduceren die weer vraagt om bepaald gedrag. Bijvoorbeeld reserves aanhouden. Nou, wil je reserves vormen, moet je winst maken, moet je een marge hebben. Dus we introduceren door dat meer marktconform werken, die gereguleerde concurrentie, introduceren we mechanismes die eigenlijk, ja, die soms aandoen als, is dat nou wel nodig? Want het speelt zich af in het publieke domein. Dus ik denk dat dat ook een van de thema's is die de komende jaren ook een, ja, politieke beoordeling zullen krijgen van, willen we dat met z'n allen? Want we zien dat de transactiekosten enorm toenemen als gevolg van deze vorm van organisatie. Men maakt in de literatuur wel onderscheid tussen single-payer systems en multi-payer systems. Het Amerikaanse systeem is bij uitstek een multi-payer system met veel concurrerende partijen. En we zien dat daar de kosten van de zorg aan het, ten laste van het bruto nationaal product wereldwijd het hoogst zijn. We zien dus eigenlijk internationaal dat die multi-payer systems uiteindelijk niet zo goed performen op systeemniveau. En Nederland zit een beetje op een kruispunt. Gaan we ook naar een multi-payer system? Of zijn we net als Engeland, hè, dat is een single-payer system, de National Health Services. En dat is een van de goedkoopste systemen van de wereld, in de westerse wereld. Dus Nederland zal komende jaren zeker geconfronteerd worden met de vraag, zitten we eigenlijk wel op de goede route en moeten we die volgen? Of moeten we dat toch nog weer een wending geven in de richting van een single-payer system? Juist nu er nog maar 4 partijen zijn. He, dus dat tendeert al eigenlijk naar zo'n concentratie van macht dat het vraagt om publiek toezicht.